Hoi en leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Biebcast, de podcast voor jongeren van Bibliotheek Venlo. Mijn naam is Lotte Kok, community librarian bij de bibliotheek en je vertrouwde Biebcast host. Na onze eindejaarspecial met onze eigen crew is deze aflevering weer een co-productie, namelijk met onze partners het Jongerenservicepunt en Inclusio. En we gaan het jaar positief van start, want het thema deze keer is positieve gezondheid. We hebben 4 gasten die ons van alles gaan vertellen over de verschillende facetten van positieve gezondheid. Wat houdt het precies in? Wat heb je er überhaupt aan? Waarom is het belangrijk? En mijn gasten zijn deze keer Marion van den Berken, Vera Niese, Timo Nelissen en Estelle Schatoyer. We zitten weer in de podiumzaal van de bibliotheek, waar we voldoende afstand kunnen houden tot elkaar. Want COVID heeft ook grondig huis gehouden in de Biebcast-kringen. Onze Tim zit helaas met corona in thuisquarantaine en ook een van onze gasten heeft het virus te pakken. Estelle, dus die is niet lijfelijk aanwezig aan de podcasttafel, maar via de telefoon. Welkom Estelle ook. Dankjewel. En welkom ook aan mijn gasten hier aan tafel, Marion, Vera en Timo. Kunnen jullie je nog even kort voorstellen? Wie zijn jullie precies? Dan begin ik aan mijn rechterhand. Nou, dankjewel. Mijn naam is Marion van den Berken. Ik ben buurtcoach en implementatiecoach van positieve gezondheid binnen Inclusio Sociale Basis, de welzijnsorganisatie in Venlo. Oké, dankjewel. Kort maar krachtig. Vera. Mijn naam is Vera Niese, werkzaam bij Burgerkracht Limburg, een provinciale organisatie waar we eigenlijk al heel lang bezig zijn met positieve gezondheid, met name ook om de gewone burger te bereiken. Dus ik ben benieuwd naar vandaag. Leuk. Ja. Timo. Nou, ik ben Timo Nelissen, 18 jaar oud, ik kom uit Elslo en ik ben een sociaal-maatschappelijk ondernemer. Ik ben medeoprichter van Stichting Jongeren voor Ouderen. Ik zit in de CHAR, dat is het jongerenadviesorgaan van Stijn. Daarnaast ben ik een jongerenambassadeur voor positieve gezondheid. En daarmee probeer ik eigenlijk positieve gezondheid richting jongeren te brengen. En ik heb ook een eenmanszaak, Nelissen Consulting, waarbij ik eigenlijk bedrijven adviseer. Hoe je jongeren kan aantrekken en hoe je jongeren vrijwilligers kan krijgen. En dan heb je daarnaast ook nog tijd om te studeren. Of mensen studeer ik niet. Dat wordt een beetje te veel. Dat kan ik me voorstellen, ja. En Estelle, kan jij ook nu jezelf nog even kort introduceren? Ja, ik ben Estelle Schatoyer. Ik ben zelf ooit begonnen als danseres. Maar door blessures ben ik niet stoppen. En ik had zelf altijd geweten dat mijn klachten niet heel effectief werden behandeld. Ik ben toen zelf de psychosomatieke opleiding gaan doen. En sinds 2016 ben ik de dans en de oefentherapie samen gaan combineren. En heb ik een praktijk in Venlo in balans, oefentherapie en dans. En daarna is de positieve gezondheid op mijn pad gekomen. En ik heb het een fantastische manier van benaderen naar cliënten toe. Dus inmiddels ben ik ook trainer van de positieve gezondheid en implementatiecoach in Limburg. Oké, dankjewel. Ik heb een vraag aan jullie. Positieve gezondheid. Wat is dat nou precies? Want ik denk dat het voor sommige mensen misschien tot de verbeelding kan spreken. Of die hebben er heel veel ideeën over, maar niet een concreet beeld. Kan een van jullie mij heel snel een crash course geven? Er wordt van Marion naar Timo gewezen. Nou, ik zal dan wel even beginnen. Nou, positieve gezondheid. Als je aan gezondheid denkt, denk je eigenlijk aan hoe gezond is mijn lichaam. Denken de meeste mensen aan. Dus dan kan je bijvoorbeeld kijken naar eerlijk gezond. Beweeg ik genoeg? Misschien zelfs ook krijg ik goede lucht binnen. Dus niet per se lucht vanuit een fabriek, om zo te zeggen. Maar met positieve gezondheid kijken we eigenlijk iets verder. En kijken we ook naar de geest. Dus gaan we ook verder kijken naar bijvoorbeeld, heb je genoeg sociaal contact? Hoe voel je je eigenlijk? Ben je gelukkig? Wat is je thuissituatie? Zit je misschien in een wat mindere thuissituatie of misschien in een wat vrolijkere thuissituatie? En door op die manier te kijken kunnen we eigenlijk beter bij je problemen komen en kunnen we problemen ook beter oplossen. Ja, dus eigenlijk als aanvulling een bredere kijk eigenlijk op gezondheid. En we denken inderdaad vaak aan lichaam of mentaal welbevinden, maar het heeft eigenlijk ook veel meer andere factoren die ervoor zorgen dat iemand wel of niet lekker in je vel zit. Dus inderdaad, daar komen we dadelijk denk ik ook nog wel op. Maar dat veel meer facetten bepalen of je je gezond voelt of niet. En dat we ook minder focussen op, op die ziekte. Daar gaat het toch vaak over wat we allemaal niet meer kunnen en waar het slecht in gaat. Maar dat we ook gewoon kijken van wat gaat wel nog. Waar liggen je talenten? Wat vind je leuk om te doen?
Precies, en de sleutelwoorden daarin zijn eigenlijk eigen regie en veerkracht. Mm-hmm. Ja. Dat staat centraal. Ja, dus in plaats van dat je denkt, nou ik heb pijn, of dat nou mentale pijn is of aan je lichaam, en ik moet naar een dokter, hoeft dat niet eens zo te zijn. Je gaat eigenlijk nog een stap ervoor kijken van, eigenlijk is het ook een soort preventie dan op die manier, toch? Van hoe kan je het dat voorkomen dat het zo ver loopt, door ook naar veel meer verschillende, het is veel omvattender dan puur gewone gezondheid, om het zo maar even te noemen. Als je een been gebroken hebt, zou ik nog steeds naar de dokter toe gaan. Maar, maar preventie, maar daarmee ook, als je het toepast, voor jezelf een soort van hulpmiddel om je eigen gezondheid in beeld te brengen, maar daarmee ook een stukje bewustwording te creëren. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, waarbij misschien nog een mooie aanvulling is dat het positieve, want dat wordt wel eens gezegd, is het dan allemaal positief. Positieve gezondheid is niet per definitie positief. Als je ziek bent, hoeft dat niet positief te zijn. Maar gaat het er veel meer om van, hoe kom je uit tegenslagen? Kom je veerkrachtig uit tegenslagen? Wat leer je van tegenslagen? Dus daar staat het meer voor. Dus als je positieve gezondheid in één woord zou omschrijven, dan wat is dan het kernwoord dat naar boven komt drijven? Is dat dan veerkracht? Of misschien iets anders? Hoe zouden jullie dat in één woord kernachtig samenvatten? Ik denk dat het vooral de bredere kijk is, waarbij je kijkt hoe iemand zelf zijn veerkracht zoveel mogelijk terug kan krijgen. Ja. Ik kan niet in één woord, denk ik, want dan mis je wat onderdelen. Ja, één zin, één kernzin is ook, is ook goed. Ja, dan gaan we eigenlijk al een beetje richting de praktijk. Hè? Maar het zijn heel veel facetten die onder positieve gezondheid vallen. Maar hoe maak je dat inzichtelijk? Want het is zoveel. Hè? Je hebt allemaal verschillende dimensies, begrijp ik. Maar even voor een leek. Hè? Hoe ziet dat eruit? Wat voor tools gebruik je daarvoor? Nou, het is vooral vaak ook een manier om met elkaar in gesprek te zijn en gezondheid en de brede kijk daarbij centraal te stellen. Maar in de hele ontwikkeling rondom positieve gezondheid hebben ze ook een spinnenweb bedacht om het visueel te maken. Omdat op het moment dat jij de in beeld gaat brengen hoe jij scoort, om het zo maar te zeggen, op de dimensies. En daar de bullets die je scoort met elkaar te verbinden, dan ontstaat er een soort van gezondheidsoppervlakte. En op het moment dat dat in beeld gebracht wordt, dan valt er vaak een kwartje bij mensen. Dan gaat het leven. En dan ontstaat er ook een mogelijkheid om ruimte te hebben voor onderzoek. Zo van, wat betekent dan dit voor mij? En wat zou ik eraan willen veranderen? Als je al iets wil veranderen natuurlijk. Hè? Want het kan ook helemaal oké zijn. Maar dat is, naar mijn idee, vooral de kern. Omdat het visueel gemaakt wordt, dat het daardoor heel toegankelijk is voor alle doelgroepen. Want jongeren kunnen ook aan de dimensie zijn ook vragen gekoppeld. Dus jongeren zouden ook bijvoorbeeld de tool kunnen downloaden en dan kunnen ze door middel van een vragenlijst eigenlijk komen tot hun eigen gezondheidsoppervlak. En dan zie je dus ook hoe het met je gaat en waar je misschien wel of niet nog iets aan wil veranderen of wat je heel belangrijk vindt. Waar je eigenlijk zelf de aandacht op wil leggen voor jezelf. Ja, je hoeft ineens te downloaden. Er is ook gewoon een vragenlijst op het internet die je kan invullen en krijg je gewoon direct je uitslag. Ja, want dat wordt dan visueel gemaakt in dat spinnenweb, hè, wat Marion net zei. En die hebben we hier ook voor ons liggen. Ja, voor de mensen die luisteren, die kunnen dat natuurlijk niet zien. Maar mensen die kijken, die kunnen misschien hebben een beeld van hoe dat eruit ziet. Maar ik zal het even omschrijven. Want je hebt dan 6 dimensies. En die hebben allemaal ook een eigen kleur. En binnen die dimensies zijn er dus inderdaad vragen die hier dan gesteld worden. Hè. Dus je hebt een dimensie meedoen, dagelijks functioneren, lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving en kwaliteit van leven. Dat klopt, hè? Ja, dat zijn ze ja, die zijn eigenlijk ontstaan ook uit onderzoek, want ze hebben dus aan mensen gevraagd van wat vind jij eigenlijk onder gezondheid horen? En daar zijn eigenlijk 550 woorden uitgekomen en daar hebben ze geketend, zeg maar. En, dat zijn die 6 dimensies geworden.
met onderling dan nog allemaal kopjes zeg maar, uit te worden. Dus die mensen zelf hebben gezegd, en dat vind ik bij gezondheid geworden. Ja. Ja, want die zes dimensies en die vragen, misschien om het even inzichtelijk te maken voor mensen die er echt totaal niet bekend mee zijn, voordat we echt dieper ingaan op die dimensies, dacht ik dat het wel leuk zou zijn om mijzelf als casus te nemen. Dus ik heb de vragenlijst ingevuld, zowel degene voor volwassenen als voor jongeren, want zoals Timo net al zei, is er ook één voor jongeren. Mm. Nou, nu hoor ik daar officieel net niet meer bij, helaas, inmiddels. Vond ik al erg confronterend dat ik hem niet meer mocht invullen. Maar goed, ik heb het toch gedaan. Dus ik dacht, misschien kunnen we, om dat inzichtelijk te maken voor mensen die luisteren, mijn spinnenweb doornemen. Is dat leuk. een leuk idee? Ja, hartstikke leuk. Nou, zeker. Ik heb hem voor iedereen geprint. Dus iedereen kan eventjes meekijken. Dan moet ik even mijn papierwerk op orde krijgen. Even kijken. Want ik heb dus voor iedereen twee blaadjes. Dus als je die even door kan geven. En dan heb ik er nog eentje. Dankjewel. En... ja, ik leg mezelf hier dus nu op de pijnbank, hè, want mijn diepste zielsroerselen die komen hier aan het licht. Even kijken. Oh ja, en degene in kleur, dat is de volwassen versie. En dit is de jongere versie. Ja. En daar heb ik ook nog dan de vragenlijst bij. Dus ja... nu, het voelt een beetje alsof ik wel bij een psycholoog zit hier. En Estelle, die heeft hem als het goed is ook. Ja, jou heb ik de volwassen versie in ieder geval gestuurd. Maar het gaat een beetje om het idee natuurlijk. En ik heb hem zelf ook nog voor me. Wat valt jullie op? Ja, jullie hebben hem echt net pas 2 seconden geleden onder je neus geduwd. Maar zijn er dingen die jullie opvallen? Want ik vond het wel vrij verrassend. Nou, het eerste wat ik jou toch zou willen vragen is, wat valt jou zelf op? Daar gaat het om. Daar gaat het uiteindelijk om, ja. Mm. Ja, dat is natuurlijk veel lastiger om het zelf... ik heb dus die... ik vond het vrij verrassend van... ik blijk dus eigenlijk best wel gezond te zijn. En best wel gelukkig. Nou, dat wist ik al natuurlijk, maar... ik vind het dan wel leuk om dat dan terug te zien in zo'n vragenlijst. Want ik had bijvoorbeeld op lichaamsfuncties had ik een 8. Op meedoen had ik een 8. Mijn zingeving is heel hoog. Had ik een 9. Mentaal welbevinden is bij allebei ietsje lager. Maar ik moet zeggen dat het wel heel erg beïnvloed is door corona ook. Dat ik ben wel benieuwd hoe mijn vragenlijst uit zou zien als ik hem over een paar maanden zou invullen. Mm-hmm. Maar wat ik vooral opvallend vind is dat mijn dagelijks functioneren... vrij laag is. Het is inderdaad ook even handig om te zeggen, dat is een momentopname. Ja. Dus het is niet om je hele leven in één keer vast te stellen. Het is gewoon, toen je het maakte, hoe voelde je het toen? Ja. En vul het maar eens in als dat je in de zomer lekker op een terras gezeten hebt. Zo. Je zit in een hele andere vibe. Mm-hmm. Dus, hè? Een lekkere gin tonic in de hand. Of een Fanta. Kan ook. Nee, ik... ik vond het sowieso wel grappig dat de volwassen vragenlijst nog best wel verschilt van die voor jongen. Ik weet niet of jullie hem... ja, jullie hebben hem natuurlijk ook allebei wel een keer ingevuld. Ik heb de volwassen lijst nog nooit ingevuld. Oké. Okay. Het kan zijn dat er iets andere vragen onder de dimensie vallen die je dan misschien net anders hebt beantwoord. Ja, 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 want het verschil tussen die twee is ook best wel opvallend, vind ik. Ja. Tussen de volwassen en de jongere variant. En welke spreekt jou daar dan het meeste in aan? Nou, ik vond dan toch de jongere versie wel wat meer de lading dekken. Wat wij in de praktijk ook gemerkt hebben in gesprekken met mensen in de wijk en ook met collega's die ik heb mogen trainen in positieve gezondheid, is dat de taal van de volwassenen vaak heel erg lastig en heel erg moeilijk. Begrippen, termen die toch wat verder van mensen afstaan. En dat de jongere variant veel toegankelijker ervaren wordt. Ja, ja, er staan ook vragen in als ik kan zien, horen, praten en lezen in de volwassen lijst. Ja, dat is, dan leg je de lat ook wel laag, zeg maar. Ik denk, ja, ik kan natuurlijk heel goed...
dat kan ik allemaal nog goed. Dat gaat op een gegeven moment misschien wel achteruit, maar nu nog heel lang niet. En die vraag is dan ook in de jonge versie vervangen door... Nou, die heb ik dan volgens mij niet nog een keer gepind, maar die is dan vervangen door iets veel... iets van, ik beweeg veel of zo, volgens mij. Er zitten wat nuances in. Ja. Ik kan me één moment in een opleidingssituatie bij ons herinneren dat bij dagelijks leven, daar staat bij de jongeren bijvoorbeeld toegevoegd roken, alcohol en drugsgebruik. En dat is bij volwassenen helemaal niet in beeld. Nee. Zo van, net als, alsof je ouder dan 26 jaar geen enkel moment meer aan de alcohol, sigaret of drugs zit. Dus dat was al een hele, ja, toch wel een eye-opener voor een aantal mensen. Ja, wat wij ook wij geven ook verschillende workshops met over positieve gezondheid. Je dan ook wel hoort dat mensen ook anders waardes geven aan hun gezondheid. Hè. Sommigen zijn met een 6 heel tevreden. Hè, zeggen van dat vind ik prima, een 6 is voor mij heel goed. Terwijl anderen dan zeggen, nou, hè, een 6 is voor mij weer net voldoende. Dus ook daar zie je ook hele persoonlijke benaderingen in hoe iemand scoort en wat iemand wel of niet goed vindt. Ja. Mm-hmm. Ja, wat misschien belangrijk is, van bijvoorbeeld seksualiteit en intimiteit staat er ook niet op. En waar het uiteindelijk om gaat, want dit is wel mooi wat er nu ook gebeurt, je gaat een gesprek erover aan. En daar gaat het om. Het is een subjectieve meting. Dus wat heel belangrijk is, is dat het een tool is om een gesprek aan te gaan. Dus ik zou jou ook kunnen vragen, wat er dan, zijn er nog andere aspecten die jij vindt dat erbij horen, die hier niet opstaan? Ja. He, of je zegt net, het dekt voor mij meer de lading. Dan ben ik heel benieuwd van, ja, welke lading bedoel je daarmee? Wat dekt het precies? Ja, nou ja, dat dus in die jongerenlijst, ik het idee heb dat ik ook wat meer, dat het meer tot mijn belevingswereld hoort. In plaats van dat je inderdaad zo'n vraag hebt als ik kan zien, horen, praten. Dan denk ik, ja, dat is gewoon überhaupt niet van toepassing. Ja, tenzij je natuurlijk als jongere kan je natuurlijk ook al een enorme lichamelijke tegenslag hebben. Of überhaupt met een bepaalde afwijking geboren worden. Dus in die zin, het heeft mij wel doen realiseren dat ook al heb ik wel eens pijntjes of zit ik niet helemaal lekker in mijn vel, dat ik toch wel best wel me gelukkig mag prijzen van hoe ik, behalve mijn dagelijks functioneren dus. Want er zit er een vraag bij als, ik kan goed plannen wat ik op een dag moet doen. Ja, nee, ik krijg nooit af wat ik wil doen. Maar zou je het anders willen zien? Ja, want het geeft me wel veel stress. Ja, en ze zijn er hier ook niet altijd blij mee. Nou, wat dan wel mooi is, want een volgende vraag zou eigenlijk zijn naar aanleiding van jouw wet. Van als jij nu kijkt naar die woorden, ja, en dan zou ik dus in jouw geval ook jouw jongerenwet pakken, want dat spreekt jou het meest aan. Is er een woord wat er uitspringt waarvan je zegt van daar heb ik inderdaad het belangen, dat zou ik wel anders willen? Wat zei je als laatste, sorry Estelle? Heb je daarin een verlangen dat je iets anders zou willen? Dus als jij kijkt zeg maar naar allemaal die woorden die daar staan. Ja. Is daar iets wat jij anders zou willen? Nou ja, omgaan met je gevoelens vind ik wel een goeie. Die zit in de dimensie mentaal welbevinden of mijn gevoelens zijn gedachten. Of in dat dagelijks leven, hè, dat kunnen plannen. Ik heb ook wel dingen als je grenzen aan kunnen geven. Dat, ja, je grenzen kennen staat er ook direct bij. Dat vind ik ook wel een hele goeie. Ik denk dat dat mij nog wel het meeste tegen zit in het dagelijks leven. Ja, maar als jullie in de praktijk kijken, hè, van wat voor, want jullie gaan dan in gesprek met een cliënt of met een cursist of met wie dan ook, met dit spinnenweb in de hand. Wat zijn dan, hoe pak je dat dan aan? Hoe open je dat gesprek? Gebeurt dat net zoals wij dat nu doen? Of hoe kom je tot resultaat dan samen met iemand? Ja, het stuk. Het eerste eigenlijk wat ik altijd vraag is, hoe was het om het in te vullen? Omdat heel vaak opvalt dat mensen zeggen van, oh, maar ik wist helemaal niet dat dit allemaal met gezondheid had te maken.
Dus het eerste wat je doet is eigenlijk het gesprek aangaan over ja, wat is dat dan? Hè? Wat is je dan opgevallen? Of hè, wat zijn nou de aspecten waar je minder bij stil hebt gestaan? Het gezondheidswet wat je in kaart brengt, dat is waar iemand veerkracht zit. Dus vooral bijvoorbeeld als je merkt dat mensen weinig vertrouwen hebben of echt in een dal zitten, dan kan het heel goed zijn om juist die binnenkant, hè, om die bespreekbaar te maken. Dus wat maakt dat jij in dit geval, jij zegt van ik heb een 6 op dagelijks leven, wat maakt dat dat geen 4 is bijvoorbeeld? Nee, je geeft dat toch een 6 en dan, wat zit er dan allemaal in die 6? Wat er wel al is. Dus eigenlijk draai je hem om. Ja. En dat is ook als je kijkt, daar is het natuurlijk ook uit ontstaan. Als je kijkt naar onze huidige gezondheidszorg, is het eigenlijk eerder ziektezorg dan gezondheidszorg. En dit is echt ontstaan van laten we eens gaan praten met wat er wel al is. En van daaruit kun je kijken van wat er is. Ja, kijk maar eens naar die woorden. Heb je een verlangen? Zou je iets anders willen? Ja. We zijn natuurlijk heel geconditioneerd hè, in ons het stelsel van onderwijs door te kijken naar goede punten en het moet allemaal beter zijn. Terwijl, net zoals een stel net zegt, hier draai je hem een beetje om en ga je kijken van wat is er wel al. In plaats van, die lat ligt hoog en ik doe mijn best, maar het lukt me niet. En iedere keer die teleurstelling daarin ervaren, doet je mentale welzijn natuurlijk geen goed. En het is eigenlijk gewoon de prestatiemaatschappij die jullie omschrijven en die nu ook vooral jongeren misschien wel enorm aan het nekken is. Dus is het daarom ook extra belangrijk, waar ligt het belang van jongeren in om positieve gezondheid te omarmen? Dan kijk ik even naar Timo als jongerenambassadeur. Ja, waar ligt het belang? Dat is een goede vraag. Ik denk dat het ook verschilt per jongeren. Ik denk dat het ook een groot belang is dat ze serieus genomen worden. Ik denk dat daar veel jongeren ook wel mee kampen, om zo te zeggen. Want ik werk zelf in een buurtcentra, in Elslo. En klinkt misschien gek, maar het zijn dan zeg maar ouderen die dus flink lang gepensioneerd zijn. Die beslissingen gaan maken. Die dan denken van, ja, dit is het beste voor jongeren. En ik heb bij heel veel verschillende organisaties gewerkt. En het is bijna overal hetzelfde. Zijn gewoon ouderen die gewoon denken van, dit is het beste voor jongeren. En zonder te vragen aan jongeren. En ik denk dat het voor veel jongeren ook een punt is, gewoon serieus genomen worden. Maar kan je een voorbeeld geven van wat voor beslissingen zij dan maken en waarvan jij dan denkt, misschien moeten jongeren hier zelf ook een mening over hebben en die durven uit te spreken? Ja, daar zou ik even over na moeten denken. Maar het gaat ook echt over elkaar zien, hè? En in waarde laten, maar ook daarbij een blik naar binnen durven werpen. Want dat blik naar binnen bij jezelf, dat maakt ook dat je bij de ander herkent en ziet wat er nodig is. Dus dat een beslissing nemen voor iemand anders, of het in een buurthuis, zoals jij zegt, inrichten. Ze doen het waarschijnlijk in hun beste overtuiging. Mm-hmm. Maar slaan een stapje over door te kijken van, hey, wat doet de jeugd van vandaag nog? En wat is voor hun belangrijk? In plaats van denken van, hey, dit is voor mij belangrijk. En dus, dit moet er zijn, dat moet er zijn. Maar de jeugd van vandaag, die doet misschien niet meer poolbejachten, maar die doet gamen. Het is inderdaad allemaal natuurlijk heel goed bedoeld. Het is zonder organisaties bedoelen nooit slecht natuurlijk. Hè. Maar wat inderdaad een voorbeeld is van, vroeger kwamen we dan met z'n allen in hele grote groepen bij zo'n buurthuis dan bij elkaar. En dan gingen we met z'n allen bijvoorbeeld kaarten. Ja. Alleen wat de jeugd nu doet, is niet echt meer kaarten. Ze zeggen dan liever van, ga naar zo'n buurthuis toe, zet een groot scherm op en zet een Switch neer. En we gaan met z'n allen bijvoorbeeld Mario Kart spelen of Smash Ultimate. En dat vinden ze dan veel leuker. Alleen daar denken de ouderen niet aan, omdat ze dus daar niet echt mee zijn opgegroeid. Ja, ja. Dat is misschien ook wel inderdaad een goed voorbeeld. Ik denk ook juist in deze tijd en met corona, dat het ook voor jongeren het moment is dat ze ook stilstaan bij hun gezondheid en wat allemaal niet meer kan, maar juist ook dan gaan creatief gaan zijn in wat nog wel kan. En dat ook wel zinvol leven toch wel belangrijk wordt en mee kunnen doen. En toen dat met corona allemaal ineens stil stond, vraagt dat ook heel veel van de jongeren van hun veerkrachten momenteel. Ja. Dus heel, ik denk, aansluiten bij
bij de vraag die iemand heeft. Ik heb daar misschien een mooi voorbeeld van Laila, een meisje wat ik heb begeleid, wat in de coma heeft gelegen. En zij was in een revalidatiecentrum, was ze ontslagen. En die hadden uiteindelijk gezegd dat ze niet gemotiveerd meer zou zijn. Dus ze zou niet meer kunnen dansen en niet meer kunnen studeren. Ik heb haar uiteindelijk begeleid. En in het verhaal zei ze van ja, ik moest dat paaseitje zoeken. Dus dat is misschien juist de andere kant op. Dat ze niet iets moest doen wat, zeg maar, wat ouder. Maar eigenlijk, ja, dat stukje was te jong voor haar. Dus echt, ja, daar was het niet. Ze was 22 jaar. Dus uiteindelijk wilde zij gewoon dansen. En dat is heel erg gaan kijken vanuit de intrinsieke motivatie. Van waar zit die wens van iemand? Hoor je en zie je iemand echt? En van daaruit zijn wij ook weer gestart met haar. En heeft ze net zo goed fijne oefeningen gedaan. Nou, omdat zij wist van mijn doel is weer kunnen dansen en studeren. En hoe ver ik die trap naar boven toe kom. Want zo bepalen we het dan eigenlijk ook. Van je staat nu nog onderaan de trap. En ik weet oprecht niet of jij bovenaan die trap uitkomt. Maar als je iedere stap die jij dichterbij komt waardevol vindt, dan gaan we nu aan de slag. En uiteindelijk is zij gaan dansen en heeft zichzelf de master Latijn en Grieks letter kunnen gehaald. Dus het stuk is om echt aan te sluiten bij de belevingswereld waarin iemand zit. En of dat dus een jongere, ja, de jongere is dat heel erg verdiepen in wat houdt hun op dit moment bezig. Als je kijkt naar die 6 dimensies, welke is in coronatijden extra relevant? Is er eentje die er dan uitspringt voor jullie? Of dingen waar jongeren nu slechter op scoren dan ze normaal gesproken zouden doen? Nou, ik kan natuurlijk niet spreken voor alle jongeren, maar ik heb redelijk veel contact met heel veel verschillende jongeren. En het klinkt misschien gek, maar mijn gevoelens en gedachten is iets wat vaak uitspringt. Omdat vooral nu met de coronatijd, dat jongeren dan bijvoorbeeld moeite hebben daardoor juist met leren. Of moeite hebben dat ze dus niet leuke dingen kunnen gaan doen. Zorgt bij heel veel jongeren voor onder andere depressies. Of voor negatieve emoties. En daardoor krijgen ze een heel laag zelfbeeld van zichzelf. Wat sowieso al een probleem is onder jongeren. Ze vaak een veel te laag zelfbeeld hebben van zichzelf. En ik kan me goed voorstellen dat heel veel jongeren daar problemen mee hebben. Ja, ja, dus echt het mentale stuk. Ja, het mentale gedeelte. Depressie, laag zelfbeeld, social anxiety. Dat zijn dingen waar heel veel jongeren last van hebben. En wat door corona versterkt is? Ik denk het wel. En dat is natuurlijk ook het gevaar dat we gaan zeggen. Hey, ik zit nu in quarantaine. Ik kom tot andere dingen toe. Dus mijn zingeving heb ik weer omgezet in andere dingen. Je zou kunnen zeggen, ja, ik kan niet werken. Dus dat betekent heel veel. Maar je kunt het ook weer omzetten en zeggen, nou, laat ik deze tijd maar op een andere manier gebruiken. Waardoor het net zo goed met mijn positieve gezondheid wel goed gaat op andere vlakken. Dus ook zingeving, voor sommigen zie je dat inderdaad dat het wegvalt, maar je ziet ook juist mensen die iets gaan creëren waardoor ze juist heel erg hoog verscoren op die zingeving. Want het is voor hun een tijd geworden om juist daar eens bij stil te staan van wat wil ik eigenlijk en wat maakt mij blij. En zo zie je dat ieder nadeel een voordeel kan hebben, hè? Ja, zeker. Ja. Om even terug te komen wat Estelle net zei. Het gevaar van inderdaad labelen is dat je niet meer gaat kijken naar persoon, maar dat je gaat kijken naar label. Dat kan in mijn ogen negatieve effecten brengen. Ja, ja, omdat iemand, waarom dan precies? Omdat iemand dan het label wordt of is, in plaats van dat je die persoon als persoon ziet. Bijvoorbeeld, ja. Met zin en zingeving, met een vriendenkring, met een baan. Maar je bent niet je label, je bent niet je ziekte. Ja. Ja, ik heb bijvoorbeeld zelf misschien een goed voorbeeld. Ik ben dyslectisch, redelijk zwaar ook. En ik kreeg dan bijvoorbeeld op school kreeg ik dan altijd standaard 10 minuten extra per toets. Maar ik heb dat nog nooit gebruikt omdat ik dat niet nodig heb. Dat is niet mijn probleem. Wat mijn probleem vaker bijvoorbeeld is dat ik iets veel beter leer als ik het zelf doe. Tegenover dat iemand me het vertelt. Omdat het dan wat moeilijker is met het opnemen. En daardoor zou voor mij bijvoorbeeld een betere oplossing zijn als ik bijvoorbeeld dus zelf kan uitproberen. Bijvoorbeeld bij economie, als je dus een echt voorbeeld krijgt hoe het gaat in het dagelijks leven. Ja. Maar door zo'n label van dyslexie erop te plakken, wordt gewoon gezegd van ja, je krijgt wel 10 minuten extra. En daarmee zou je probleem opgelost zijn. En daarmee zou je probleem opgelost zijn tussen haakjes. Ja, ja. Tussen terwijl als ze eigenlijk met jou het gesprek zouden zijn aangegaan en jij dit had kunnen aangeven, had je misschien geen, had niet dan had ik er geen probleem mee gehad. Nee.
door wie wordt het eigenlijk gebruikt, al deze benaderingswijze? Het is ontwikkeld door Machteld Huber, hè? En die heeft het spinnenweb ook vormgegeven. Dus ook in samenwerking met mensen die aan de hand van associaties dus die een woordenlijst hebben opgesteld, als ik stel goed begrijp. Jullie passen het al toe. Op wat voor manier doen jullie dat? En is het ook al iets wat in de zorg bijvoorbeeld wordt gebruikt? Of hoe moet ik dat voor me zien in het dagelijks leven? Machteld Huber heeft ambitie uitgesproken en samen met de provincie Limburg ook om de gezondste provincie van Nederland te worden. Dus zij zetten daar natuurlijk ook heel veel middelen op in om dat te bewerkstelligen. Maar er zijn op heel veel manieren en fronten al bewegingen. De huisarts in Afferden is een heel goed voorbeeld, maar ook oudere organisaties, jongerenscholen, je kunt het bijna niet bedenken. Woningcoöperaties. Ja. Er is ontzettend veel beweging rondom positieve gezondheid in Limburg en dus ook in Venlo. En hoe worden jongeren daarbij betrokken? Waarom is het voor jongeren zo belangrijk om dit te omarmen? Word ik weer aangekeken. Jij bent de jongere onder ons. Ja. Kijken we weer allemaal naar jou. Waarom is het voor jongeren belangrijk? Nou, dat verschilt per jongeren. Verschilt het. Maar ik denk wat in het algemeen is per jongeren. Je gaat er wel gelukkiger door leven. Je gaat misschien ook bewuster worden van jezelf. En daardoor ook misschien ook beter functioneren. Misschien kom je er wel achter dat je passie ergens anders ligt dan dat je nu al dacht. Dat je bijvoorbeeld misschien een zinger wil worden in plaats van een econoom. Het geeft je handvaten om te ontdekken wat voor jou belangrijk is. Ik denk inderdaad dat gecombineerd met gewoon gelukkiger leven. Nou ja, als ik naar mijzelf kijk met mijn blessures vroeger, denk ik als ik het ruimer had gezien, want ik weet dat ik geopereerd was aan mijn voet en toen zei de arts, ja je kunt wel lopen. Toen dacht ik, ja maar ik heb niet begrepen, ik moet fietsen kunnen dansen. Dit is mijn zingeving, dit wordt mijn werk. Dit is veel meer dan alleen een voet die hier is. Dus ik denk dat het voor jezelf heel belangrijk is dat sommige voelen al vaker van er is meer dan alleen dat fysieke stuk. Maar dat je ook met die tool een heel mooi gesprek met de arts kunt aangaan. Dat je dus veel meer de regie zelf houdt over jouw eigen lichaam. En ik denk dat heel veel kinderen of jongeren dat ook wel voelen van er is meer. En dit geeft een open gesprek. Dit is heel concreet wat je kunt zeggen van... ja, het zit op een ander vlak, daar scoor ik ook nog lager. Kan dat ermee te maken hebben? Ja, en dan kunnen dus ze daar een stukje dus, je eigen regie. Daar kunnen ze dan mee in gesprek gaan. Met wie kunnen ze dan dat gaan praten? Stel dan iemand die luistert de uitzending en die wil de vraaglijst invullen en ze willen daarover met iemand praten. Met wie kan dat dan? Nou ja, er zijn al huisartsen. Een vriendin van mij die belde mij gisteren op en zei: je moet de vraaglijst invullen bij de praktijkondersteuner in één keer raden wat ik onder mijn neus kreeg. Dus dat was het spinnenweb. Mm-hmm. Dus je ziet al steeds meer dat het gebeurt. Kijk, en veel mensen uit de zorg weten er al van. Of ze helemaal erin opgeleid zijn, is nog de vraag. Maar ook huisartsen weten natuurlijk dat er meer speelt. Dus je kunt altijd, de eerste persoon is denk ik de huisarts, maar misschien ook iemand gewoon in de buurt. Hè. Er zijn natuurlijk ook al mensen vanuit welzijn, vanuit kwartier opgeleid en vaak is het thuis al het gesprek misschien aangaan. Ja, van de koning vanuit wat er vaak gebeurt in de praktijk. Het is wel heel leuk dat mensen bij mij hebben gedaan. En die vragen dan, mag ik hem mee naar huis nemen? En die gaan dan thuis dat gesprek met een partner of met een kind of met iemand aan. En die komen daarna terug van, oh, die heeft het ook eens ingevuld. Dus het is ook gewoon breder kijken naar elkaar. Ja. Denk ik. Daarnaast, als je niemand kent die al iets te maken heeft met positieve gezondheid, maar je wilt er wel bijvoorbeeld graag eens over praten of je wilt er wat meer over weten. We hebben vanuit Burger Limburg redelijk recent hebben we een Instagram-pagina opgezet. Jong.positiefgezond. En dat is eigenlijk bedoeld om positieve gezondheid richting jongeren te brengen. Dus je kan ons altijd een DM'tje sturen op Instagram. En dan zullen we altijd reageren. Misschien kunnen we ook nog helpen. Misschien kunnen we jezelf toch in contact brengen met iemand in de buurt die er ook wat over weet. Wat goed. Ik zet al even een linkje in de beschrijving. Zou leuk zijn. Ja, dat komt helemaal goed. En ze kunnen ook altijd met de Inclusio, de welzijnsorganisatie, contact opnemen. En dan wordt ook met hun gekeken van, wie is dan de beste persoon om met jou hierover het gesprek aan te gaan?
Ja, wat ik sowieso wel een goede vind is om het er thuis over te hebben. Dat heb ik ook meteen gedaan. Ik heb hem gisteravond ingevuld en toen heb ik meteen mijn vriend aan de mouw getrokken. Van, wat vind je hiervan? En hij vond het wel, hij vond het wel grappig. Volgens mij vond hij het wel, wel leuk ook om te zien. Maar hij moest er vooral om lachen, omdat ik dan bijvoorbeeld had ik, er kwam een vraag voorbij. Ik ben tevreden over mijn thuissituatie en degene met wie ik woon. En had ik een 9 ingevuld. Wat echt super goed is. Maar dat vond hij dan niet oké. Okay, want hij had eigenlijk gewoon verwacht dat ik daar een 10 had ingevuld. Ja. Dus van, hoezo geen 10? Maar als je nu terugkijkt naar het spinnenweb dat je hebt ingevuld. Hè, en je vertelde net al mijn gedachten, gevoelens en dagelijks leven. Dat zijn dan toch de dimensies die voor mij opvallen. Je gaf straks al naar aanleiding wat Estelle vroeg een beetje richting door wat termen daaruit te halen. Maar wat is nou de dimensie of hetgene waar dat je denkt van nou, hier ga ik een eerste stapje in zetten? Ja, nou sowieso niet zingeving, want dat zit wel goed. Daar scoorde ik volgens mij bij beide vragenlijsten 9 voor. Dus daar moet je aan denken aan een zinvol leven. Hè. Je hebt ambities, je hebt idealen, je hebt vertrouwen in wat je kunt. Je bent dankbaar voor je situatie, of dat nou thuissituatie is of hoe je je voelt. Je zit even te denken. Het hoeft niet, hè? Dus als je zegt van nou, ik vind het prima, zo is het ook helemaal prima. Nou, ik heb altijd voor. Ja, misschien wel even leuk. Ik heb altijd, zeg maar, aan de start van het jaar is natuurlijk goede voornemens. Maar ik vind goede voornemens een beetje stom. Dus in plaats daarvan heb ik sinds vorig jaar doe ik een jaarthema. Dus dan heb ik een bepaald, ja, een kern, zeg maar, een cornerstone. En ik probeer dan eigenlijk in mijn dagelijks leven dat kernthema zoveel mogelijk te implementeren. En dit jaar is mijn jaarthema het jaar van rust. En rust kan je dan natuurlijk ook op heel verschillende manieren invullen. En die valt dan eigenlijk ook in de verschillende dimensies, komt die dan ook wel terug. Want rust zit bijvoorbeeld in slapen. Hè. Dat is natuurlijk heel erg in de lichaamsfuncties. Maar rust zit bijvoorbeeld ook in het ook eens een keertje niet meedoen. Hè. Daar hebben we het al over gehad in het voorgesprek. Ja, grenzen stellen. Dus je hoeft niet altijd ja te zeggen op alles. Of het nou op werk is of bij vrienden. Dus ja, ik denk dat is iets waar ik verspreid over de verschillende dimensies, wat ook denk ik wel heel mooi bij positieve gezondheid hoort, dat is iets is waarvan ik denk, hier kan ik wel aan werken voor mezelf. Die rust pakken in, ook in conflict situaties, want ik ben zelf heel erg slecht in ruzie maken. Misschien ook maar een goed iets. Ja, nou, af en toe conflict is natuurlijk niet erg, want daar leer je ook van en daar groei je van. In je relaties ook. Maar ik kan dat echt heel slecht hebben. Dus daar wil ik dan ook meer de rust in vinden. Dat als iemand iets tegen je zegt, dat het niet per se een persoonlijke aanval hoeft te betekenen, maar dat het ook goed bedoeld kan zijn. Dus ja, dat is denk ik iets. Daarmee zeg je misschien ook dat meer een open houding voor hetgeen ik aangereikt krijg. Ja. Ja, maar ook dat wel kritisch durven bekijken, denk ik wel. Ook wel kritisch kijken van past dit bij wie ik ben en hoe ik mijn leven wil inrichten. Of dat nou op de lange termijn is of in het dagelijks leven. Ja, past dat bij mijn kernwaarden? Wie wil ik zijn? En dan zit je in het stukje zingeving. Ja, maar goed. Genoeg over mij. Ja, wat misschien ook nog wel een mooie is, want ik hoor jou zeggen van, hè, die meetje, daar hoef ik niet aan te werken, dat is goed. Dus niet altijd standaard zo dat je daar minst kort aan gaat werken, want dat is natuurlijk waar we vaak naar kijken. Je noemt dat dan de deuk, zeg maar. Maar ja, jouw deuk zou dan zitten bij de 6, hè, bij jouw dagelijks leven heb je het minst gescoord. Nou, voor hetzelfde geld zou je zeggen, nou, dat lichamelijke hartkenmerken, maar dat is iets waar, ja, dat vind ik nog wel leuk om daaraan te gaan werken. Daar wil ik ook nog wat meer aan gaan doen. Want wat je vaak ziet, is als je op één dimensie werkt,
dus op één vlak werkt, dan gaat dat hele web weer bewegen. Dus de vraag is altijd, pak je de moeilijke weg of de makkelijke weg? Je kunt ook via een makkelijke weg soms komen, om toch al wat beweging erin te krijgen. En wat is dan de makkelijke weg? Dat is, klinkt een beetje calvinistisch trouwens. Je kiest de brede weg of de smalle weg. Ik weet niet wat voor jou, maar bijvoorbeeld stel, als ik dan kijk naar mezelf weer. Hè, ik vind lichamelijk is voor mij heel makkelijk om daar mij gemotiveerd in te krijgen. En andere dimensies is misschien wat moeilijk voor mij gemotiveerd te krijgen. Dus op het moment dat ik lichamelijk, als je mij vraagt, ga je nou buiten rennen en wil jij in conditie werken? Dat wil ik wel doen. En dan zie ik acuut bijvoorbeeld dat mijn mentaal welbevinden. Vandaag heb ik virtueel zitten rennen hier op de zolderkamer met mijn gezicht naar buiten toe en ben ik gaan bewegen. En dat maakte dat mijn mentale stukje ook weer vooruit ging. Zoals ik nu misschien mentaal er was ingedoken van dan zit ik op de zolderkamer en was het misschien een moeilijkere weg voor mij geweest. Dus als je één ding eruit pakt, bijvoorbeeld ik wil mijn sociale contacten verbeteren of ik wil leren hoe ik beter om kan gaan met geld, dat dan eigenlijk wat jij noemt van dat het hele spinnenweb gaat schuiven, maar ik zie het meer als een soort opwaartse spiraal waar je dan in kan geraken, waarin dan alles elkaar op een positieve manier kan versterken. Begrijp ik dat goed? Zo zou je het kunnen zien, ja. Ja, precies. Ja, en dan vooral ook niet kijken van wat moet je van jezelf. Kijk, ik wil bewegen. Dat is iets wat mijn lijf gewoon heel graag wil. Dus dat kies iets uit wat je zelf wil. En niet omdat het moet, omdat ooit iemand heeft gezegd van ja, je moet bewegen, want het is goed voor jou. Het zal minder effectief vaak werken. Als jullie een tip hebben, hè? Mensen die hiermee aan de slag gaan, en met name jonge mensen. Wat zou dat dan zijn? Is dat dan inderdaad, vul die vragenlijst in en pak er één ding uit en ga daarmee aan de slag? Andere dingen? Als het richting jongere mensen is, dan zou ik inderdaad zeggen, vul de vragenlijst nu in en ga dan nu meteen aan de slag en ga het niet uitstellen. Want ik kan zelf ook spreken als jongere zijnde. Wij jongeren vinden het heel erg leuk om dingen uit te stellen. Dus ik zou zeggen, doe het gewoon nu. Zeg tegen een vriend of vriendin, ik ga dat vanavond doen. Kan je me vanavond vragen of je me eens kan vragen hoe het is gegaan? Heb je stok achter de deur staan dat je het ook echt moet doen? Dus ik zou zeggen, vertel het misschien tegen familie, vrienden dat je dat wil gaan doen, zodat zij je ook kunnen controleren. Ja. En dan ga je dat de mensen ook echt doen. Je kan het prima doen terwijl je deze podcast aan het luisteren bent. Je kan gewoon luisteren en invullen tegelijk. Dat gaat prima. Maar daar snijdt Timo wel ook weer iets aan wat heel essentieel kan zijn voor mensen. Mm-hmm. Die stok achter de deur, dat maatje waaruit jij mee kunt kletsen. Wat je intrinsieke motivatie weer een beetje aanwakkeren, voelen. Zo van, oh ja, daarom wilde ik dit ook alweer, weet je. Het is gewoon altijd prettig om met iemand te hebben over hoe kom ik dat stapje verder. Het is sowieso fijn om iemand te hebben waarmee je gewoon erover kan praten. Want het zijn niet alleen maar positieve dingen de hele tijd. Het kan bijvoorbeeld ook zijn wanneer je over je gevoelens gaat praten, dat je in één keer erachter komt van, oh, ik heb iets meer problemen dan ik dacht. En dat kan ook misschien wat negatief zijn. Maar dat hoort ook bij de rit. Het is niet alleen maar op, het is ook op en neer. Ja. Vallen en opstaan. Dus net als je hartslag. Ja. Of als de golven op het strand. Zeker. Dus eigenlijk een accountability partner hebben. Ja. Zoals we dat in business termen dan noemen. Zeker. Zeker. Ja. Ik denk dat dat een sterk is. Sorry? Ik denk dat dat inderdaad een goede is. Ja. We hebben de dimensies al best wel uitgebreid besproken. Hè? Kwaliteit van leven, zingeving, mentaal welbevinden, lichaamsfuncties, dagelijks functioneren en meedoen. Heel snel, niet uit mijn hoofd. maar ik heb nog even een vraag aan jou, Timo. Vertel. Want jij bent nog vrij jong. Wanneer is positieve gezondheid bij jou in het leven gekomen? Hoe is dat zo ontstaan? Nou, officieel nog niet zo heel erg lang geleden, 3 maandjes geleden. Maar ik ben al heel erg van jongs af aan opgegroeid met sowieso alternatieve zorg en goed voor je lichaam zorgen, dat je niet ziek wordt. Dus eigenlijk al mijn hele leven, alleen was het niet officieel dat daar een positieve gezondheid. Ik ben gewoon een beetje met deze denkwijze gewoon opgegroeid. Dus het is eigenlijk al van jongs af aan normaal voor mijzelf geweest. Vanuit je ouders, die hebben je al met die mindset opgevoed? Ja, vanuit mijn moeder. Oké, en hoe is dat zo ontstaan? Mijn moeder is er sowieso altijd een gelover geweest in preventieve zorg, simpelweg.
Dus eigenlijk gewoon leef gezond, beweeg genoeg. Ik ben vroeger ook naar een psycholoog toe gegaan om gewoon te kunnen praten. Gewoon niet per se omdat ik mijn hele erge problemen had, omdat ik depressies had en zo. Gewoon om te kunnen praten met iemand. Dus eigenlijk om er gewoon voor te zorgen dat ik niet ziek word. En door die methodiek, ja, door die levensstijl word ik ook eigenlijk echt nooit ziek. Ik zeg het wel eens voor de grap dat ik maar 1 keer op de 3 jaar ziek kan worden. Dus als ik ziek ben geweest, kan ik de komende 3 jaar niet meer ziek worden. Dat is handig. Dus ook nog geen handig, corona ja. gehad? Ik heb 1 keer corona gehad en dat was 2 jaar geleden in maart, toen corona net pas landen was. Zo. Ik ben volgens mij een van de eerste geweest, want toen waren er ook nog geen testen. Dus dat is 2 jaar geleden. Ben je toen ook ziek geweest? Ja, niet extreem, maar ik ben wel toen ziek geweest daardoor. Dus in 2023 is het weer zover. Dan, dan word je weer ziek. Hopelijk niet. Dus, ik heb sindsdien ook nooit last ervan gehad. Ook in contact geweest door de tijd heen, maar dat is met mensen. Die corona hadden. Mijn moeder heeft ook tussendoor corona gehad. En dat heb ik toen ook gewoon gezien. Ja, dan heb ik het niet gekregen. Dus kijk. Ik geloof er ook in dat dat komt door een gezonde levensstijl. Ja. Goed immuunsysteem. IJzeren immuunsysteem. En vaccinaties ik wel, natuurlijk. Ik ga daar wel in mee, want wat dat betreft, het bewust leven, afwegingen maken, keuzes mm-hmm. maken daarin. Wat doe je wel, ja. niet? Ga je die meute opzoeken? Ja, ja, ik heb de dans nog steeds ontsprongen. Mm-hmm. Ik moet wel erbij zeggen, ik woon in een dorp. En bij mij in het dorp zijn niet zo heel veel gevallen van corona. Dus ik kan ook wel een beetje van geluk spreken dat ik op een fijne locatie woon. Je woont gewoon eigenlijk standaard in isolatie. niet in thuisisolatie. Niet zo erg, maar we hebben gewoon een dorphouder. Dus gewoon vrijwel iedereen houdt zich gewoon aan de regels. En in een dorp zit je minder dicht op elkaar dan in een stad. Dus dan verspreidt het virus zich ook minder snel. Dus na deze beepcast gaat iedereen in de dorp wonen. Ja, het houdt wel. Van gezellig, ja. Een stukje rust natuurlijk. Ik denk dat het het mentaal welbevinden wel kan bevorderen. In ieder geval. Ja, ik woon meer in het centrum van een middelgrote stad. Dus over rust kan ik niet meepraten. Nee. Ik zit even te denken. Zijn er nog dingen waarvan jullie denken, dit moeten we meegeven aan de jongeren? Dit moet ik gezegd hebben, anders dan slaap ik vannacht niet goed. Nou, wat misschien wel een hele belangrijke is, dat wel wat we hebben gezien, wat er op termijn het grootste uitkomt, is het stukje zingeving. Dat is wat toch telkens weer eruit komt van, als die zingeving heel laag is, dan doet dat echt iets met je gezondheid. Dus dat zou ook... Het is mooi om voor jezelf eens te kijken van welke dingen doe jij zelf en je zingeving. En is het inderdaad veranderd door de corona? Wat zijn dan dingen? Kun je meer kijken naar mogelijkheden dan beperkingen? Want dat is uiteindelijk ook wat we hopen dat de gezondheidszorg veel meer gaat doen. Van kijk naar wat mogelijkheden zijn in plaats van kijken welke beperking zeg maar, iemand heeft. Ja. En als je dat zelf lastig vindt om dat te doen, dan kan het fijn zijn om daar een buddy of een maatje bij te hebben. Met jou samen die op pad gaat en daarna gaat kijken. Dat is zo mooi, hè? Ik wil het nog even benadrukken. Wat heel erg belangrijk is aan positieve gezondheid, is eigen regie nemen. En vanuit dat punt voor de jongeren die het misschien leuk vinden om zelf een keer iets leuks te organiseren, of voor medejongeren, of voor ouderen, of misschien voor je ouders misschien zelfs. Jullie kunnen altijd Stichting Jongeren voor Ouderen ook contacteren daarvoor. En wij kunnen dan daarmee helpen. En dat hoeft niet per se dingen te zijn zoals plastic uit de sloot halen. Maar je kan misschien ook een keer, klinkt misschien heel gek, maar een Mario Kart toernooi organiseren. En dan kunnen we dus daarmee helpen. Dus voor de jongeren die het leuk vinden om een keer iets te organiseren, de Stichting Jongeren voor Ouderen, kunnen jullie altijd dan contacteren voor zoiets. Zeker, heel erg leuk. Ja, en bij de bibliotheek kan dat natuurlijk ook. Bij de bibliotheek natuurlijk ook. Ja. Mensen kunnen altijd bij ons aankloppen als ze een leuk idee hebben. En dan dat zien we alleen maar heel erg graag. Dat is de manier waarop wij graag willen werken. Ja. Dat er ook natuurlijk dus middelen vrij zijn voor zo'n soort dingen. 100%. En ja. Daarom, en dan staat niet alleen. Dan voelt het ineens of dat we concurrentie zijn. Ja. Want natuurlijk heeft inclusie ook in zijn aanbod. Nee, we willen elkaar helpen natuurlijk. Om uiteindelijk die jongeren... Uiteindelijk proberen we een mooie wereld te maken. Dus wie het doet, maakt niet heel veel uit. Nee. Zolang je maar gewoon iemand contacteert erover als je zoiets wil doen. Dat is het belangrijkste. Zeker. Iemand nog een laatste uitsmijter?
mooie toevoeging. Nee, volgens mij... Dat was het dan. Dat is een mooi hart om de riem. Ja. Ja. Nee, zeker. Heel erg dankjewel. Oké. Dan wil ik jullie heel graag bedanken voor jullie input. Voor het fijne gesprek. Marion van den Berken, Vera Niessen, Timo Nelissen en Stel Schatterjee aan de telefoon. Heel erg bedankt. En ik wil graag ook nog JSP en Inclusio bedanken. En deze podcast kwam daarnaast tot stand met ondersteuning van de gemeente Venlo. Ook nog een klein bedankje voor Hans Vlek en Jamal Opukatame voor hun adviserende rol in de vormgeving van deze podcast. Daarnaast is het misschien nog leuk om te benoemen dat wij bij de bibliotheek een lezingenreeks hebben over positieve gezondheid. En de eerstvolgende sessie vindt plaats op 23 maart om 7 uur. En het thema is dan eenzaamheid. Je kunt je aanmelden op onze website bibliotheekvenlo.nl of in de beschrijving van onze podcast. En eenzaamheid sluit ook weer mooi aan bij onze allereerste Biebkast aflevering, want die ging over eenzaamheid. Dus dat is wel weer een mooi bruggetje. Nog als afsluiter, hij is inmiddels verstopt, maar ik heb nog een boekentip, namelijk het boek Leef van Bibian Mentel. Bibian Mentel was een snowboardster, is afgelopen jaar overleden. Die heeft sinds het jaar 2015 keer kanker gehad en heeft altijd weer de kracht gevonden om zichzelf daaruit te trekken en de knop om te zetten. Dus als iemand positief gezond was of alles eruit heeft gehaald wat erin zat, dan is het wel Bibian Mentel. Dit boek is te leen bij de bibliotheek, natuurlijk. Maar daarnaast, dit exemplaar dat ik hier in mijn hand heb, gaan wij verloten. Ik wil jou namelijk uitdagen, alle luisteraars, om die vragenlijst in te gaan vullen die wij tot in den treuren hebben genoemd in deze aflevering. En de resultaten met ons te delen. Zijn er bijzondere inzichten die je hebt opgedaan? Uitkomsten die je verrast hebben? Stuur mij een mailtje, lkok@bibliotheekvenlo.nl, onder vermelding van Biebkast Positieve Gezondheid. En onder alle inzendingen verloten wij een exemplaar. Dus klim in de pen, schrijf een mailtje, maak je vragenlijst en blijf gezond. Ja. Dank jullie wel. Bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. Dank je wel. Jij ook bedankt, Estelle.